Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering nummer 53 in het nieuwe seizoen. Seizoen 5 is begonnen. We hadden een tof seizoen achter de rug, weer een dominant seizoen. Russell werd tweede, wij werden eerste. Nou ja, Valtteri Bottas is dus gestopt, die is helemaal weg. Helemaal niets meer in Am... Sorry, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar goed, 98 gerated, Russell. Dat is gewoon ziek hoog. Dat is het goede woord wat ik wou zoeken. We hebben hem weer voor dit seizoen. Hoppata, dat contract eindigt op 6 juli. Dus voor de helft tekent hij bij. Dat is goed om te zien. Daardoor zijn we wel low on cash, maar dat geeft helemaal niks. Ja, boeien. Maar goed, we gaan dan door naar het einde van het seizoen. We gaan beginnen met een nieuw seizoen, trouwens. F1 2021 is, gereleased, uitgebracht, hoe zeg je dat nou? Bekendgemaakt, ja. Leuke features. Alleen de prijs is wel niet leuk, dat kost best wel veel geld. Dus ik weet niet of ik hem ga halen. Ik ga hem nog niet pre-orderen, maar dat is allemaal voor later. Eerst misschien seizoen 5 afmaken en dan stop ik er gewoon mee. Want ik denk dat we dan geen tijd meer hebben voor een seizoen 6. Want ik heb het ook druk met mijn stage, met mijn eindstage van mijn opleiding. Team acclaim, level 21 mezelf, level 19 George Russell, level 25 gewoon het team. Dat is goed om te zien. Dat is gewoon wat we nodig hebben. De cash, $67,57 miljoen binnengeharkt. In totaal $74,82 miljoen. We zijn gewoon rijk, jongens. Seizoensresultaten. Wij werden dus eerst in het klassement. Russell werd tweede. We pakten 14 race-overwinningen. Russell pakte 1 race-overwinning. Zoveel pole positions, ik weet het al niet meer. En dit is de nieuwe auto voor seizoen 5. Vind je het mooi of vind je hem niet mooi? Ik vind hem heel mooi. Alleen vind ik hem mooier dan vorig seizoen. Weet ik niet. Gooi er maar op los in de comments. Zeg maar, ja, ik vind seizoen 4 mooier. Of ik vind seizoen... Jezus. Of ik vind seizoen 5 mooier. Of ik vind seizoen 1 mooier. Ik noem maar wat. De kalender. Monaco en Vietnam. Die gaan er niet in. Sowieso niet. Ik ben daar gewoon niet goed in. En ik vind ze gewoon beide... irritante circuits. Nou, dat is het goede woord die ik eruit pak. Monaco eruit. Misschien kan Frankrijk erin. Of Singapore. Of Azerbeidzjan, denk ik. Ik noem maar wat. Azerbeidzjan erin. Engeland eruit. En Abu Dhabi erin. Is het dan zo goed? Terwijl ik een mooie voice crack had. Is het dan zo goed? Doe maar wel. Ja. We beginnen gewoon in Australië. Mooi. En eindigen in Abu Dhabi. Net als in seizoen 4. 95 AI. Kwalificatie gaat naar full qualifying. Traction control medium. Uit kunnen we helemaal niet rijden. Dat doen we sowieso niet. Dat is gewoon verspilling van onze tijd. Ik vind het helemaal mooi. Zoals die guy dat altijd zegt. Ik weet het niet hoe hij dat zegt, maar... Oké, vooruit. Ja. Kalender even opvullen. En dan is het gewoon gaan met die banaan. Kijken welke rijders er zijn veranderd. Lewis Hamilton is sowieso nog een seizoen langer in onze gameplay. Bottas is eruit gestapt. Samen met Daniel Ricciardo. Die twee zijn al lang weg. Ricciardo vertrok eind seizoen 3 volgens mij. Bottas vertrok eind seizoen 4. 2 rijders minder. Deletras maakte weer zijn terug hier in seizoen 4. Nobuharu Matsushita vervindt Kimi Raikkonen in seizoen 3. Dus ja, er zijn nu veel meer nieuwere gezichten. We behouden onze voorsprong. Dat is goed om te zien. Dat is fijn.
Vorig seizoen was gewoon een topseizoen voor ons. Alleen maar goede punten gehaald. Dat is goed om te zien. Even wat sponsoren toevoegen aan de auto. Dat is wel mooi. Dat staat ook beter, vind ik. En dan is het zometeen kijken wie er teamgenoot is van Lewis Hamilton. Daar ben ik, toch echt heel benieuwd naar. Dat zeg ik niet goed. Daar ben ik toch echt heel benieuwd naar. Is het Charles Leclerc? Is het Lando Norris? Is het George Russell? Is het Sebastian Vettel? Ik weet het helemaal niet. Het is gewoon afwachten. Het is gewoon afwachten wat er gaat gebeuren. En of Lewis Hamilton en Mercedes ons kunnen bedreigen. Want we zijn nog steeds de snelste in de Research and Development Progress. We haalden Mercedes vorig seizoen in. En ja, zoals gezegd, gekke koppen niet te stoppen. Zo was het dus ook. We hadden gewoon de overmacht in het Formule 1. We domineerden volledig. Beetje net als Mercedes in het begin van de hybride tijdperk. Of Ferrari in de jaren 2000 met Schumacher. Ja, dat was dus ons. Russell en ik vochten alleen maar om zegens. En Russell pakte steeds podiumplekken. Ik pakte ook steeds podiumplekken en overwinningen. En tada, een winnend team. En die gaan we niet veranderen. Sowieso niet. Russell blijft gewoon nog een seizoen langer bij ons. Misschien komt seizoen 6 ook nog wel online. Misschien ook niet. Het is allemaal even afwachten wanneer ik zo snel mogelijk meer video's kan uploaden. Want ik ben bezig met mijn eindstage. Dus ja. Sponsoren. Tada, kijk eens aan. Wat een mooie auto. En dit is niet sarcastisch bedoeld. Dit is gewoon normaal. Wat een mooie auto. Teamkleuren zijn zwart, rood en geel. Dat is wel nice. Dat is zeker nice. Sponsoren toegevoegd aan de auto. Ah, Max Verstappen, teamgenoot van Lewis Hamilton. Dat wordt leuk. Dat wordt heel leuk. En zijn beide 95 rated. Oeh, dat wordt heel lastig. Dan krijgen we Nico Rosberg versus Lewis Hamilton all over again. Wie pakt dan dat tweede stoeltje voor Red Bull? Dat zie ik hier niet staan. Russell is 98. Die is extreem goed, zeg. Hey, de Letras keert terug bij Renault. Jack Aitken nog steeds free agent. Antoine Hubert nu ook free agent. Die hadden we in een aantal races terug van het vorige seizoen toen ik nog niet alle wedstrijden had verwijderd. Toen was hij ons team in seizoen 1. Nu keert Louis de Letras weer terug in een Renault. Teamgenoot van Esteban Ocon. Interessant wat dat gaat worden. Maar goed, ik denk dat het tijd is voor de kwalificatie voor de grote prijs van Australië. We zijn dan dus aanbeland bij de kwalificatie voor de grote prijs van Australië. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Ik verwacht toch wel misschien een pole position, misschien ook een tweede plek. Maar het is alleen maar afwachten wat, hoe sterk de AI is. We zijn er wel de eerste bocht af, maar krijgen er geen waarschuwing voor. Dus het is alleen maar gunstig voor ons. We kunnen misschien nog even slipstream pakken van onze teamgenoot George Russell. De auto zie je nu ook voor het eerst onboard en hij is fantastisch. Sowieso fantastisch, maar ik heb wat moeite met de bochten. En Russell pakt nu slipstream van ons. Daar zorgen wij wat voor en hij gaat naar een P10. En wij dus naar een P1, maar Russell pakt die P1 af op een volle seconde van ons. Dat is snel. Dat is iets te snel. Wie zijn er niet door? Ja, ik heb het al lang niet meer gezien. Een fout van de sensor. Dat betekent dat we een paar minuten stil moeten gaan staan. Wat ons tijd gaat kosten. Maar die tijd kunnen we gewoon terugpakken. We rijden op de medium banden en gaan kijken of dit ook goed genoeg is om door te kunnen komen naar Q3 op deze set banden. Iedereen is naar binnen. Wij hebben dus vrijbaan. Hebben geen dirty air. En kunnen gewoon lekker gaan knallen met dat hok. Momentje overstuur, bij het uitkomen iets op het gas geraakt, maar dat is niet zo erg. Deze ronde gaat ons brengen naar een
welke positie en welke tijd. Dat is een 1.18.8 op P5. Russell naar P2, ook op de mediumbanden. En wij zijn dus ook gewoon door naar Q3. Mijn teamgenoot start op de mediumbanden. Wij starten dus ook op die mediumbanden. Maar George Russell lijkt bloed en bloedsnel. Ik denk dat de pole position naar hem gaat. Want ik denk dat wij er net niet aan kunnen komen. We krijgen een waarschuwing voor de tracklimits. George Russell zet een 1.17.564 neer. Gasly rijdt gewoon een 1.19.5. En wij zetten een 1.17.609. 44.000ste komen wij tekort op George Russell. En we blokkeren er even voor de gein. Een rijder. 45.000ste tekort. Want die tweede run was niet goed. En daarna achter Verstappen op een volle seconde van ons. We zijn gewoon dominant bezig. Nou, we starten dus vanaf P2 op de mediumband. Daar gaan we dan voor de allereerste aflevering van seizoen 5. Met George Russell en mezelf op pole position op een andere strategie dan de rest. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 53. Finally time once again to begin what promises to be another thrilling season of Formula 1 action. Pre-season time, subject of so much discussion in recent weeks, mean nothing now. As the cars line up to battle it out for points once again. So let's get this season underway. Welcome to the Australian Grand Prix. Just south of Melbourne's downtown business centre is the one and only Albert Park Circuit. 3.3 miles of public roads, closed for the weekend of course, make for a bumpy circuit with little undulation. There are 16 corners around the lake and a couple of good passing opportunities here as well, thanks in part to the DRS zones into turns 1, 3 and 13. A new season then, a clean slate where anything could happen. Anthony Davidson is with me today as we get another year of Formula One underway. We're into those tense few minutes before the first race then. Everyone's a little bit nervous about reliability. They haven't been running in the hot, turbulent wake of other cars in practice. They've not been pushing at 100% for long durations. Let's hope no one has to deal with any nasty surprises. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. George Russell will begin today's event from pole position, and the professor completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Verstappen, Hamilton, Alexander Albon, and Ocon, Sainz, Leclerc, Norris, and Louis Delatraz, Ireland, Kvyat, Sebastian Vettel, and Stroll, Perez, De Vries, Pierre Gasly, and Nobuharu Matsushita. Latifi, Magnussen, Grosjean, and Antonio Giovinazzi starts from the back of the grid. Which of these talented drivers will... We zijn dan dus aanbeland bij de grid. Medium, soft, medium of medium hard. Het is gewoon de strategie die we gaan doen. Extra fuel meenemen en dan gaan we gewoon beginnen voor de allereerste aflevering van seizoen 5. Voor de seizoensopener in Australië. We starten vanaf P2 voor ons George Russell. Beide op de mediumbanden. En de lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen al beter weg dan onze teamgenoot George Russell. Die staat te slapen. En wij pakken de leiding in de eerste bocht. Dat is goed om te zien. Een goede start gehad en nu de wedstrijd gaan controleren. Maar je weet dat George Russell snel is. Die gaat er denk ik alles aan doen om die positie weer terug te heroveren. En het gat naar Verstappen is al 1,1 seconde. Ronde nummer 2. En daar zit dan George Russell met een aanval. En we kunnen terugkruisen. En mooi gedaan. Nog steeds P1. En daardoor is Max naar ons toegereden. Dat gat was 1,1. Dat is nu 16e ongeveer. 17e. Dus een leuke battle met George Russell tot nu toe voor de leiding. We moeten wat meer overtake gaan gebruiken en iedereen zet de snelste raceronde neer. Lewis Hamilton met een 1.23.5. Maakt een klein foutje. Dat ziet Russell ook. En Russell valt daar aan die buitenkant. Remt later, maar wij duwen hem daar wijd. Ronde nummer 3 nog steeds. Daar zit dan George Russell weer met een aanval. En we kunnen niet terugkruisen, want we rijden op het gras. Max Verstappen valt ook gelijk aan. Daar moeten we even van zien te verdedigen. We nemen die lijn wel heel breed.
En Verstappen moest daar even op de rem gaan staan. Maar daardoor heeft George Russell gewoon een gat van 17e. 16e inmiddels, want dat is alleen maar groter geworden door dat gevecht met Max en mijzelf. We zitten in ronde nummer 8 van de wedstrijd. En Russell nog steeds aan de leiding. Het gat is 15e, 16e ongeveer. Onze banden zijn gewoon nog goed. Het gat naar Verstappen is gewoon 3,4 seconden. Russell en ik rijden gewoon van de rest weg. Net als in Abu Dhabi. We pushen elkaar gewoon zo hard dat we gewoon een groot gat hebben bij de rijder achter ons. En dat, die heet dus Max Verstappen. Ronde nummer 13 en George Russell duikt naar binnen voor zijn pitstop. Wij proberen dus de overcut op onze teamgenoot. En Russell gaat denk ik naar de harde band. Verstappen en de anderen zijn ook allemaal daar binnen gedoken. En Russell komt gewoon denk ik, dat was niet het goede woord, komt gewoon voor Max uit. Dus ik ben benieuwd waar wij zo meteen uit gaan komen. We zetten wel paars in sector 1 neer, een tiende sneller. Maar we verpesten die bocht daar door een beetje het gas te raken. 21,3 seconden, dat is niet genoeg voor een veilige pitstop. Dat moet ongeveer 24 seconden zijn. Ja, 25, 26 ongeveer. En we duiken dus naar binnen. Voor de harde band. Rood in sector 1, 3/10 langzamer. We hebben ook geen overtake meer. Dus ik denk dat George Russell weer voor ons de baan opkomt. We duiken dus naar binnen voor onze laatste pitstop. Dan zijn er nog 15 ronden te gaan in de wedstrijd. We gaan naar de harde band en Russell pakt de leiding weer terug, denk ik. We zijn dus in de pitlane. Wat wordt onze pitstop? Goede pitstop. En Russell passeert ons nu. En heeft dus een voorsprong van 1,4 seconden. Het gat moeten wij weer dicht zien te rijden. Ik denk ook dat dat gaat gebeuren in de komende tijd. En Verstappen heeft een achterstand van 11,5 seconden. Dat is groot. Dat is heel groot. Vond jij deze video nou leuk? Beloon het dan met een like. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk het belletje aan. Zodat jij geen enkele video meer van me mist. Volg me ook even op sociale media. Mijn gebruikersnaam vind ik in de beschrijving. En ja, dan gaan we gewoon lekker door met de video waar we altijd mee bezig zijn. We zetten paars in sector 2 neer. Ronde nummer 21 alweer. En daar zitten we dan met een aanval op George Russell. Hij zit te slapen en we pakken de leiding terug in ronde nummer 21. We krijgen een blauwe vlag. Dat komt vanwege een achterblijver. Dat is Romain Grosjean volgens mij. En dit doet hij heel goed. Dit doet hij heel goed. En Grosjean gaat Russell ophouden. Dat gat is gewoon 1,3 seconden geworden. 1,4 zelfs. 1,6. En we hebben een buffer. Ah, kijk eens wie daaruit valt. Romain Grosjean. Komt dat even goed uit. Dat is gewoon, ja. We hebben gewoon geluk gehad. Dat is het. Er zijn nog 6 ronden te gaan en het gat naar George Russell is 1,9 seconden. Geel in sector 1 vanwege die haas.
Dan is het zometeen de rondjes weer mooi uitrijden. De laatste ronde loopt inmiddels voor de grote prijs van Australië. Russell heeft dat gat dichtgereden naar 17e, 18e ongeveer. We krijgen nog blauwe vlaggen zometeen van Alfa Romeo's Racing Points. Er valt daar ook iemand stil bij sector 2. Dat is een Alfa Tauri die daar uitvalt. Nee, dat is een Red Bull. Dat is volgens mij Callum Ilott die daar stilvalt. Want Albon rijdt nog. Geel in sector 2. Ja, Callum Ilott uitgevallen in de wedstrijd. Zijn debuutrace voor Red Bull en voor de Formule 1 zelf eindigt helaas in een tranendal. Hij finisht de grote prijs niet. Samen met Romain Grosjean. Wij komen dus bij de laatste paar boxen aan. Krijgen misschien nog een blauwe vlag. En ik denk dat dat genoeg is. We krijgen de overwinning gelukkig mooi meegenomen. Matsushita krijgt nog een blauwe vlag. Die gaat niet meer aan de kant voor ons. Russell komt denk ik net tekort. Russell komt tekort in de grote prijs van Australië. Weet die pole position niet te verzilveren na een overwinning. Wij stelen de overwinning gewoon van onze teamgenoot. Een 1-2'tje scoren we. Een perfecte start van een nieuw seizoen. En ons opmaken voor de volgende wedstrijd in Bahrein. A great race then, and a fantastic victory here at Albert Park. Talk to me, Ants. What was it that set them apart from the competition today? Well, I know it's a bit of a boring answer, but the truth is they simply had the best speed package on the day, and a driver who knows how to take advantage of that. It doesn't matter how much time you spend poring over the stats and planning strategies if you can't keep the pace, and our winner today showed they could do both. Well, I'm thoroughly exhausted after the excitement of that race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way out onto the podium. De uitslag van de wedstrijd, wij winnen dus de grote prijs. Russell pakt de snelste race zonder punt. Verstappen naar P3 is in de debuutrace voor Mercedes. Russell krijgt driver of the day. Oef, dat is gewoon pijnlijk voor ons. Auw, Anthony Davidson. Auw, wat doe je me aan. Klassement, we leiden dus het klassement dus in de coureurs en de constructeurs. Dat is gewoon goed om te zien. Weer een uitstekende start van het seizoen. Ilott gewoon op 2 ronden gezet. Ondanks die uitvoerbeurt. Toch nog geclasseerd. Dus eigenlijk maar 1 uitvulder. Romain Grosjean. Ik heb iets met mijn spraak vandaag. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar oké. Dit was het deze aflevering, mensen. Het zit er alweer op. Helaas, pindakaas. Heb jij genoten? Beloon dan vooral met een like. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career met content. Schakel ook lekker belletje aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Reageer wat er verbeterd kan worden. Volg me ook even op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het journal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Ga verder in Bahrein.